Christa en ik heb regelmatig familie en vrienden over de vloer. En dan vind ik het hartstikke leuk om feestelijke gerechtjes te maken. Nou, vandaag maak ik een gerechtje met suikerbrood en paté. En dat kan je goed als voorgerechtje gebruiken, maar ook als borrelhapje. Nou, wat hebben we nodig voor ons feestelijke gerechtje van vandaag? Dat is suikerbrood, paté, balsamico-azijn, honing. En ik heb eetbare bloemen gehaald om het gerechtje extra feestelijk te maken. Is het lastig voor jou om aan eetbare bloemen te komen? Gebruik je eigen fantasie om het gerecht extra feestelijk te maken. Oké, we beginnen met de balsamico stroop te maken. Ik heb daarvoor balsamico azijn. Ik doe nu een half flesje, want we hebben maar een klein beetje nodig straks. En we laten dit inkoken samen met de honing tot ongeveer een derde. Dan krijg je een lekkere dikke stroop. Een lekkere scheut honing erbij. Belangrijk dat je hem rustig laat indikken, dus op een laag vuurtje, want anders heb je kans dat hij gaat verbranden. Wil je dit recept nou nog even nalezen? Kijk dan op de website van brood.net. Nou, de balsamico azijn met de honing begint al mooi in te dikken. Het begint lekker stroperig te worden. Die is goed zo. Dan zetten we het vuur uit en die kan eventjes opzij om af te koelen. Geef mij ondertussen mooi de tijd om het suikerbrood te gaan snijden en uit te gaan steken. Nou, die ga ik in gelijke plakjes snijden. Dan denk ik ongeveer 1,5 centimeter dik. En die ga ik dan straks uitsteken met een rondje. Zo. Dan gebruik ik een uitsteekvormpje. Dan kunnen we mooie rondjes uitsteken. Zo, nou die zijn klaar. Dan houden we de korstjes over. Gooi ze niet weg, want dan kan je natuurlijk de kids blij mee maken. De rondjes zijn klaar, die gaan we zo in de oven gaan we die roosteren. Ik heb de oven al voorverwarmd op 180 graden, dus ik pak nu even rooster erbij. Bakpapiertje eronder en die zijn klaar om de oven in te gaan. Ik denk een minuutje of 10, maar ondertussen kijk ik af en toe eventjes of het niet te hard gaat. Ga ik nu verder met paté. Nou, dat heb ik 6 gelijke plakken van de paté gesneden. En dan ga ik de paté met hetzelfde vormpje uitsteken. Oké, de paté staat klaar. Het brood is mooi goudbruin, dus die ga ik nu uit de oven halen. Het is mooi dat het suiker een beetje gesmolten is. Nou, dan komen we bij het leukste gedeelte, want dat vind ik zelf altijd erg leuk, om het bord op te gaan maken. Pak een stukje paté, mag je op het rondje leggen, op het suikerbrood. Ik heb vandaag wat kleinere rondjes gemaakt, dus die zijn prima te gebruiken als borrelhapje. Maar wil je nou gewoon een keer dit gerecht gebruiken als voorgerecht, neem dan een wat groter steekrondje. Zo, dan kunnen we verder met de siroop. Die is inmiddels afgekoeld. Ik gebruik nu even dit bord om de stroop erop te draperen, want het wordt een beetje een kliederboel. Maar straks gaan we hem op een mooi bordje uitserveren. Nou, dat zijn de suikerrondjes met de paté en de balsamico stroop. En om het af te maken gebruik ik eetbare bloemetjes. Nou, dat ziet er super feestelijk uit. Voor mij zijn dit de ideale hapjes om mijn vrienden en familie mee te verrassen. Wil jij nou nog meer feestelijke recepten? Kijk dan op de website.